Het is al bijna een week geleden dat de merge van Ethereum is voltooid. En die tijd, die laatste week, was ook best wel een volatiele week. Zo zagen we bij Bitcoin een daling van 20%. En bij Ethereum was dit zelfs bijna 30%. En in deze video wil ik dan gaan kijken naar die merge, naar die update van Ethereum. En waarom ik denk dat Ethereum daardoor een stuk interessanter is geworden. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar nou weer een nieuwe video van eenpassieveinkomen.nl. Iedere maand maak ik een video om de laatste crypto-gebeurtenissen te bespreken. Maar zeker ook om iedere maand 100 euro te investeren in crypto. En dus eigenlijk een crypto-portfolio op te bouwen op de lange termijn. Zeker omdat ik, ik wil er wel mee bezig zijn. Het is een vorm van investeren. En het is ook een technologie die ik heel interessant vind. Dus dat doen we altijd in deze serie. En zoals ik in de intro al zei, zoals ik eigenlijk ook vorige maand al heb gezegd. De Ethereum merge zat er toen aan te komen. Die is dus afgelopen week voltooid. En ik denk dat Ethereum daardoor eigenlijk heel interessant is geworden. Dat er een paar dingen in die update zaten die ervoor zorgen dat Ethereum um, interessant is om in ieder geval in bezit te hebben ook. Dus dat wil ik vooral gaan bekijken in deze video. En het eerste punt daarvan is denk ik het meest logische punt. De overstap is eigenlijk gegaan van proof of work naar proof of stake. In het verleden werd dus vooral gemined door het middel van rekenkracht werd in principe uh, iets uitgerekend, een oplossing gedaan en daar werd een vergoeding voor gegeven. Miners werd een vergoeding gegeven om die transacties te verwerken in de vorm van Ether, in de vorm van een coin. Nou, nu is dat helemaal anders. Juist, de proof of stake is eigenlijk degene die de coins hebben. In dit geval Ethereum Ether. Uh, minstens 32 heb je dan nodig om dat te kunnen doen, om te valideren. Dat kan zijn één persoon, dat kan zijn een pool, een hele groep. Zoals bijvoorbeeld bij Coinmurs, kun je je coins aanbieden. En dan wordt eigenlijk van alle gebruikers binnen het platform, wordt dan samen eigenlijk, uh, word jij, ja, haal je wel die 32 Ethereum Ether. En kun je dus wel meedoen met de validatie, met de proof of stake. Um, nu is het dus zo dat eigenlijk degene die de coins hebben, valideren transacties, zorgen voor de veiligheid, voor de operatie van het netwerk. Dus een heel grote verandering. En behalve dat jij dat misschien merkt, omdat je kunt steken, is denk ik ook een hele verandering voor de miners. En dat lezen we ook in dit nieuwsbericht: miners flee to Ethereum Classic. Dat is één van de voorbeelden. Ze zijn natuurlijk waarschijnlijk naar veel meer andere coins gegaan. Heel veel andere coins zijn nog wel zo op proof of work. Daar kan dus nog gemined worden, maar het is in ieder geval niet meer het geval op dit moment bij Ethereum. Degene die dus een, een miner rig hadden. Die apparatuur hadden videokaart hadden die kunnen of te kiezen om dat te verkopen en daarmee op te houden of te kiezen voor een andere coin nou een groot gedeelte zal kiezen voor een andere coin en eentje daarvan is ethereum dus aan de ene kant is het een grote update voor ethereum zelf omdat de manier waarop eigenlijk het netwerk de, de, de ja het systeem werkt dat is helemaal veranderd aan de andere kant is het tegelijkertijd een grote update ook die impact heeft op heel veel andere coins aan de ene kant omdat de capaciteit die eerst werd gebruikt voor het minen van Ethereum nu misschien bij een andere coin terecht komt. Of misschien andere coins uiteindelijk ook wel binnenkort de overstap gaan maken. Dus het werd ook om die reden denk ik heel goed uitgekeken naar de Merge. Zeker omdat het de top 2 coin was natuurlijk. Kon een grote impact hebben als het niet goed ging. Nou het heeft goed uitgepakt. Dat is al een pluspunt. En het is dus behoorlijke, behoorlijke verandering. Er zijn heel veel andere coins die natuurlijk al Proof of Stake hadden. Maar die waren vaak stukken kleiner dan deze. Of vanaf het begin af aan. Nu hebben we juist dus eigenlijk een overstap gehad. Van het ene systeem naar het andere systeem. Terwijl het systeem zelf wel draaiende moest blijven. Dat is dus gelukkig allemaal goed gegaan. Maar het zorgt dus wel voor een grote verandering. En ik denk ook een heel belangrijke verandering voor degene die dus al coins hebben. Omdat in het vorige systeem had je proof of work. Daar werd uh, de coins eigenlijk als. Beloning gegeven aan een miner die vaak een gedeelte daarvan verkocht. was dus een wat meer liquide proces. Nu ga je kijken naar proof of stake. En dus is eigenlijk degene die steken, zetten hun iters in dit geval vast. Dat wil dus zeggen dat eigenlijk het gedeelte wat dadelijk vaststaat waarschijnlijk steeds groter wordt. En het gedeelte dat dus verhandeld wordt, steeds kleiner wordt. Het aanbod is dus relatief klein. Mocht binnenkort, nu is de vraag niet zo heel groot. Mocht het straks weer wat beter gaan, mochten mensen wat meer vertrouwen krijgen. Dan zie je dus dat de vraag toeneemt. Terwijl inmiddels het aanbod steeds kleiner is geworden. Zorgt dus voor heel volatiele uh, prijzen. Als het minder interessant is, kan het hard dalen. Als het heel interessant wordt en het aanbod is klein, kan het juist heel hard stijgen. Een tweede grote punt is dat er nu minder coins beschikbaar komen. Kijk op de website ultrasound.money. Daar zien we dat makkelijk visueel eigenlijk. Dan zien we dat in de huidige situatie, sinds de merge van vorige week, dat zeg maar 4.200 Ether zijn bijgekomen. Um, dat is dus nog niet zo. Dat wordt ooit gezegd dat Ethereum nu deflatoire is, dat er deflatie optreedt, oftewel dat het aantal coins dat er is afneemt. Nee, dat is niet het geval. We zien meer dan 4.000 coins erbij, maar dat is wel een heel verschil met in de oude situatie. We hebben hier een knopje dat we om kunnen zetten. En dan simuleert hij de oude situatie, de proof of work, waarin dus nog gemind werd. En in die periode vanaf de merge zouden in de oude situatie er bijna 77.500 coins juist wel zijn bijgekomen. Dus je ziet nog steeds dat in beide situaties het aantal coins toe is genomen. Alleen in de nieuwe situatie zijn er veel minder nieuwe coins dan in de oude situatie. Ik denk dat het ongeveer zo'n 95% minder coins zijn. Wat houdt dat in? Dat zien we hier rechts in de grafiek. In deze situatie nu zien we inflatie nog steeds dus. Het aantal coins neemt toe met 0,2%. Bij Bitcoin in diezelfde periode is dat 1,7%. En bij Ethereum in de oude situatie zou dat 3,8% zijn. Dus zoals gezegd. Het is niet zo dat het deflatoire is. Maar het is wel zo dat het aantal nieuwe coins dat wordt uitgegeven flink verminderd is met zo'n 95%. En het kan dan wel zo zijn dat in de toekomst dit wel wordt bereikt. Heeft vooral te maken natuurlijk met aan de ene kant de burn, de burn rate. Aan de andere kant dus de issuance, oftewel hoeveel coins worden er uitgegeven. In de laatste zeven dagen zie je dus dat er 0,2 als inflatie is. De laatste 30 dagen neemt het al iets af. In de oude situatie zou het dus uiteindelijk zo kunnen zijn dat het wel deflatoir wordt. Dat lezen we eigenlijk ook in dit artikel. Die gaat daar verder op in. Dat het op, op dit moment nog niet zo is. Ze vertellen ook, in de oude situatie zien we ook, proof of work kwam er 13.000 eater per dag bij als beloningen voor de miners. In de nieuwe situatie is dit 1600 ETH, Oftewel zo'n 90, 95 procent zien we dus wel. Dan spreken zij over die burn. Het is dus vooral belangrijk, we weten wat erbij komt. Um, ...wat het waarschijnlijk dan het andere belangrijke deel is... ...wat er geburnt wordt als er transacties zijn... ...wat de fee is, daar wordt hierover gesproken... ...en ze sluiten dan uiteindelijk ook af met de zin van... ...at the current stake rate, Ethereum becomes deflationary... ...at the base rate of 15 uh, GY, of eigenlijk gewoon nano Ether... ...op dit moment is het geloof ik zo dat deze rate, deze fee rate... ...op ongeveer 5 of 6 ligt, is een beetje afhankelijk per dag... ...het is dus wel zo dat het deflationair kan worden... En volgens hun berekening is dit dus bij 15 nanoiter. Dus dat zal nog een tijdje duren. Maar is eventueel dus wel mogelijk in de toekomst. Wat ook heel erg is gedaald, behalve het aanbod van nieuwe coins, is het energieverbruik. Dat kan positief zijn, kan ook negatief zijn. Positief natuurlijk, omdat het altijd beter is, denk ik, als er minder energie wordt verbruikt. Zeker op momenten zoals nu waar dat heel hot topic is. Kan misschien ook wel een beetje negatief zijn, omdat je ooit in de oude situatie hebt gehad dat. Uh, energieverbruik, de miner-operaties. eigenlijk zorgt het voor een kostprijs om een coin te hebben, of dat nou Ethereum is, Bitcoin of een andere coin. Het kost bijvoorbeeld altijd een bepaald bedrag om iets te maken, omdat je apparatuur nodig hebt, omdat je energie nodig hebt. Dus dat had te maken met een kostprijs en die kostprijs kon ook wel belangrijk zijn bij bepaalde levels, bij bepaalde koersen, dat het toch meespeelt om ja, een beetje emotionele redenen dat je misschien uh, niet snel onder een bepaald bedrag wilt verkopen omdat je dan eigenlijk verkoopt tegen een koers lager dan dat eventueel de kostprijs zou zijn geweest. Nou, aangezien we nu een stuk minder energie gaan gebruiken, um, zal dit zorgen dat in principe de kostprijs van nieuwe coins dus flink daalt. Het zou dus zo kunnen zijn dat eigenlijk de koers ook veel verder kan dalen voordat mensen te maken krijgen met die image, emotionele vraag van we komen nu bij de kostprijs van een bit, bitcoin of ethereum aan in dit geval dan. Um, ja, dat komt wel die vraag. Alleen dus bij een totaal andere koers dan voorheen en zeker ook lagere koers dan voorheen. Maar laten we eigenlijk vooral kijken naar het positieve nieuws van het minder energieverbruik. En dat is denk ik veel belangrijker ook. Het imago, in dit geval is het Ethereum. Ik denk dat het voor heel veel andere coins, uiteindelijk voor cryptocurrency in zijn geheel, heel positief is. Dat er gewoon um, minder energie wordt verbruikt. En zeker als zo'n grote coin deze overstap maakt en dit soort dingen in de nieuws komen, is heel positief. We lezen hier ook. Waarschijnlijk zal het de carbon footprint uh, uiteindelijk met zo'n 99% verlagen. Voorheen werd altijd vergeleken dat Bitcoin of Ethereum bijvoorbeeld even groot verbruik had als Colombia of Zwitserland, of werd altijd met landen vergeleken. Nou, nu heeft het natuurlijk wel zo'n impact dat het best wel positief kan zijn dat misschien bedrijven, grote investeerders die eerst nog niet zoveel met crypto bezig waren, dat het nu in ieder geval heel anders naar crypto wordt gekeken, omdat. Wat de publiek denkt, wat de maatschappij denkt, nu een stuk veranderen kan. Dat nu een stuk groener wordt. Dat het minder wordt gezien als het verbrassen van energie die we hard kunnen gebruiken. Dus dat zou zeker wel heel erg positief kunnen uitpakken. En ook misschien wel zorgen voor juist nieuwe interesse in bijvoorbeeld Ethereum. En kijken we nog even naar de koersen van Bitcoin en Ethereum. Dan zien we hier, uh, het piekje was een beetje net na de aanloop van vorige week. De 13 september was volgens mij de dag dat de merge van Ethereum in ieder geval plaatsvond. Dat zien we dus ook wel wat koersverschillen bij Bitcoin, die toen zo eerst bijna 23.000 dollar uh, aangaf. En uiteindelijk zo rond de 18.000 ook is geweest de afgelopen week. Is nog wel steeds, ook als we naar de logaritmische schaal kijken, naar de rainbow eigenlijk, zien we dat die ver onder dat laagste streepje zit. Ver onder die schaal en misschien als we hem even naar de weekgrafiek zetten, uh, zie je dat dit vaak ja, wel hele lage momenten in de markt zijn geweest. Dat het eigenlijk alleen nog is aangetikt, de laatste keer ook bij um, corona, maart 2020. Heel veel paniek natuurlijk toen op de markt. Nu zijn we er weer. Uh, dus je ziet eigenlijk, het is nu heel laag. Het kan denk ik trouwens nog steeds lager hoor. Uh, vergeet dat niet. Als we bijvoorbeeld even gaan inzoomen, en zet even die schaal uit en deze, dan zien we gewoon nu dat we nu rond deze 19.000 heel veel steun vinden, of weerstand ook wel misschien een beetje. Um, maar het volgende punt zal zo rond de 11.000 tot 12.000 liggen. Dus mocht het nou binnenkort heel slecht gaan, verdere economie, economie gewoon slecht gaat, denk bijvoorbeeld aan het uh, rentebesluit van de Fed vanavond. Voorheen was het vroeger, jaren geleden, was het zo dat bitcoin juist anders reageerde dan de economie. Nu zijn er zoveel grote investeerders, of misschien ook wel particulieren. Die juist die, die veranderingen in de economie ook heel erg voelen. En die dus ook op die redenen, emotionele redenen handelen, kan het zo zijn dat we te maken krijgen met een nog verdere daling. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat we heel snel richting die 11.000 of 12.000 dollar gaan bij bitcoin. Kijken we naar Ethereum. Zien we eigenlijk een beetje hetzelfde beeld. Um, en dan is het vooral nu zo rond de 1300. Vorige week was het zo rond de 1700 met de merge nog. En ook hier zien we wel een dalende trend. Kijken we hier naar dezelfde soort grafiek. Dan zien we dat we nu nog in een groen gedeelte zitten. Nog niet helemaal op het bodem. Geeft vaak wel aan dat het misschien wel interessante punten zijn. Of nog in ieder geval ook wel iets kan dalen. En dat het dan nog stukken interessanter wordt vergeleken. Met eerdere periodes waar het bijna richting het rode ging. Toen juist eigenlijk wel een hype was. Die situatie hebben we dus nu dus zeker niet. Kan dus interessant zijn als we zo gaan kijken bij deze koersen om toch ja, de dollar cost average toe te passen. De gemiddelde aankoopprijs dus te verlagen. Dus laten we overstappen naar mijn account bij Coinmers om te gaan kijken hoe het met mijn crypto portfolio gaat. Mocht je nog willen beginnen met crypto, kijk dan ook zeker naar Coinmers en als je bij de eerste storting... Om minstens 100 euro, minimaal 100 euro, uh, doet een nieuw account open. Krijg je ook 10 euro bitcoin gratis. Dus maak gebruik van mijn link onder de video om van die actie gebruik te maken. Loggen we vervolgens in, dan zien we dat we nu net onder de 1000 euro zitten. Uh, 996 euro aan crypto in mijn portfolio. 100 euro staat weer klaar om zo meteen dus te investeren. Kijken we een maand geleden, toen stonden we iets hoger, rond de 1040. En sinds ik begonnen ben... In februari 2021. Hebben we dus eigenlijk uiteindelijk een piek bereikt. In april van dit jaar met rond de 1500, 1600 euro was het op dat moment. Na de rand, flinke daling gezien. Wel weer wat herstel. Dus het is nog steeds een heel volatiele markt. Maar zoals ik eerlijk al zei, we gaan hier vooral voor de lange termijn. Dus ook deze week, deze video, deze maand. Ga ik opnieuw dus, die 100 euro investeren. Uh, laten we eerst even kijken, trouwens, hoe mijn uh, wallets er op dit moment uitzien. Hoe en verdeling eigenlijk er op dit moment uitzien. Bitcoin is steeds de grootste met 450 euro min 42%. Ethereum 373 euro min 33%. Cardano stukje kleiner 150 euro. Dan Polkadot en uiteindelijk Dogecoin die uh, alsmaar verder blijft dalen. Uh, staking of earnings staat aan. En voor deze maand ga ik. Weer eigenlijk in de twee grootste coins investeren, de 100 euro verdelen. In dit geval 25 voor Bitcoin en juist 75 voor Ethereum. En juist eigenlijk vanwege de redenen die ik dus eerder in deze video heb benoemd, dat die update wel een paar grote positieve punten heeft, denk ik, als bezitter van, van Ethereum. En voor die reden dus ook dat ik daar nu juist driekwart van mijn inleg deze maand naartoe doe. En na mijn aankoop ziet het dan als volgt uit. Bitcoin nog steeds de grootste. Nu Ethereum zo'n 450 euro. En als we trouwens even gaan kijken naar Ethereum, dan kunnen we hier ook zien dat als we naar beneden scrollen en ik heb dat dan inmiddels al aangezet, het heet bij CoinMerge earn. Dan krijg je ongeveer 2% op jaarbasis als je dus actief gebruik maakt van de stakingmogelijkheden. Nou, ik heb dat aangezet, nu al een tijdje dat dat aanstaat en dat levert dus in principe 2% op. Ik heb hier niet die 32 Ethereum gelukkig nodig, die eigenlijk is omdat we gewoon uh, met al die mensen binnen dit platform samen wel die 32 Ethereum hebben en op die manier dus deel kunnen nemen. Dus best wel interessant om eigenlijk de coins die je hebt, die je voor een lange tijd ook wilt houden. Het is best flexibel trouwens, je hoeft het niet langere tijd vast te zetten, maar vaak zijn dit coins die je lange tijd wilt houden, die je dan kunt activeren en eigenlijk een soort van een, je zou zeggen een soort van rente kunt ontvangen dat met steking je in ieder geval een vergoeding krijgt voor het aanhouden en ook aanbieden in principe van deze coins aan het netwerk. Maar tot zover dus de update van deze maand, de update van Ethereum die dus nu achter de rug is. Waarom ik denk dat het wel interessant is, maar ben ook zeker benieuwd wat jij ervan denkt van Ethereum specifiek of misschien wel de gehele cryptowereld. Hoe je daar op dit moment tegenaan kijkt, en laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik op abonneren onder de video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.